Die is naar de hele achtergrond verdrongen, ondanks een hele mooie oefening. Dit is ze, Svetlana Korkina. Zilveren medaille in de allround wedstrijd. Aan de brug 9.862 gisteren. Maar in de landenkamp scoorde ze de hoogste score, 9.85. Evenveel als Lavinia Milosevic. En met haar lengte is het werk dat ze presteert aan deze brug gewoonweg hoogstrijdend. We gaan kijken. Hier kan een gouden medaille in zitten. Het begint met het Katchev. Kijk eens naar de stijl. Ongelooflijk mooi. Salto rugwaarts daar. Niks van onderbreking in de aaneenschakelingen. De Shushunova-beweging. Wordt dit de afsprong? Ja, inderdaad. Ho. Leonid Arkayev is al veel gewoon. Maar dit vindt hij toch best de moeite waard om nog eens te applaudisseren. Zeker die afsprong dubbel salto met volledige schroef in de tweede salto. Startwaarde van deze oefening 10 punten. Dat betekent dat ze tenminste 9.40 haalt voor de moeilijkheidsgraad. En dan 16e nog eens voor al de bonificaties via de speciale verbindingen en de supermoeilijke delen in deze oefening. Hier begon het met de Tkachev. Daar die prachtige gestrekte salto. Opstutten naar handenstand met halve draai. Niet helemaal tot handenstand. 9.837 is de hoogste score. Ik schrijf in elk geval al 9,8 op mijn scoreblad. En dan de twee laatste cijfers. Die vul ik in samen met uw kijkers. De Shushunova-beweging. En ik denk dat zij Europees kampioen wordt. Maar dan moet zij 9,85 halen. Net wat ze gehaald heeft in de landenkamp. Ik tip op een 9,85. Nee, zelfs meer. 9,887 en een verdiende eerste plaats voor het meisje dat ook al zilver haalde na de ongenaakbare Chinese Luo Li op het wereldkampioenschap.